Verscherpte COVID-19 maatregelen gaan vandaag in. Er geldt nu ook een weekendavondklok van 7 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Door de week blijft de eerder ingestelde avondklok van 9 uur 's avonds tot 5 uur van kracht. In een vandaag uitgegeven verklaring zegt de regering dat alle verleende toestemming voor evenementen per direct wordt aangehouden. Dit geldt ook voor evenementen onder auspiciën van de overheid. Het samenscholingsverbod zal gelden voor groepen groter dan 10 personen. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid zegt dat deze besluiten goed doordacht zijn en vooralsnog voor een week gelden. We blijven continu evalueren. Wetenschappelijk gezien en statistisch bekeken, epidemiologisch, weten we dat die trend die we gisteren hebben gezien, voor de komende dagen zeker nog zal aanhouden. De effecten die je vandaag invoert, zijn feitelijk tussen 10 tot 14 dagen na het invoeren van de maatregelen zichtbaar. Dat is gewoon vanwege de incubatieperiode. Dus daarom dat we een beroep doen op de samenleving om heel veel samenwerking, medewerking te verlenen aan die maatregelen. Je te committeren eraan, hou je vast aan de maatregelen. Heb er geloof in dat we weten op welke richting, in welke richting we gaan. En we willen ook hebben dat nog voor eind van het jaar de situatie weer onder controle is. Maar wat we in elk geval nu hebben gezien, een scherpe stijging. In tegenstand tot augustus, waar we een langzame stijging hebben, hebben we in deze maand nu een scherpe stijging. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid. De regering heeft verder aangegeven dat er verscherping van de controle komt. In het bijzonder bij de bruggen. Ook zullen er roadblocks worden opgezet op wegen van en naar de goudvelden.